Ik ben Sadra Glatschman. Ik woon in Rotterdam. Ik ben begonnen bij Centerparks als stagiair in augustus. En toen ben ik doorgegroeid als sales representative of sales vertegenwoordiger en inmiddels sales manager. Ik geef ondertussen leiding aan de stagiaires. En ons team is uitgebreid van 2 personen toen ik hier begon tot wel 7 hier op het hoofdkantoor. En ik word indirect en direct ook ondersteund door onze sales coördinatoren op de parken. Ik denk dat mijn baan heel divers is. Ik vind dat ik heel veel creativiteit hier ontwikkel, omdat ik heel veel zelf mag doen. Wat ook heel erg leuk is aan mijn baan is dat ik met heel veel mensen mag samenwerken. Heel veel verschillende parken, verschillende nationaliteiten. Heel veel mag samenwerken met mensen die ik nog niet eerder ken. Heel veel verschillende gasten, heel verschillende type gasten, verschillende bedrijven. Het leukste is ook dat ik eigenlijk het concept zelf mag verzinnen. Centerparks zelf, dat kennen we allemaal. Alleen ik ben verantwoordelijk voor de zakelijke markt. En daarin zijn we steeds meer aan het ontwikkelen. En het leukste daarvan is dat we heel veel vrijheid krijgen om dingen te doen. Maar met name een project die we vorig jaar hebben gedaan, dat is echt een windsportvakantie die we van begin tot eind zeg maar, hebben in mogen vullen. Dat vind ik toch wel een van de leukste projecten die ik heb meegemaakt tijdens mijn carrière in Centerparks. Mijn leukste herinnering als stagiair is denk ik wel dat ik heel veel parken heb mogen zien. Ja, eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik hier al binnenkwam ging ik gelijk naar Centerparks te campervennen. Niet weten wat ik allemaal zou aantreffen. Als stagiair hier krijg je veel verantwoordelijkheid, in ieder geval in hetgene wat ik deed. Dat heeft me heel erg laten ontwikkelen, omdat ik daardoor ook mijn eigen keuzes mocht maken binnen de stage, binnen bepaalde kaders natuurlijk. Je krijgt veel vrijheid, dat heeft met name te maken omdat je eigenlijk als stagiair hier wordt gezien als een volwaardige medewerker. Dus waar ook wel veel van je verwacht. Dat zorgt er wel voor dat ik daardoor sneller ben ontwikkeld dan hoe ik het bij andere bedrijven heb ervaren. Dus ik zou zeggen, zeker voor degene die twijfelen, als je wil weten hoe het is om voor een echt groot bedrijf te werken, en hoe het is om daar als medewerker te werken gaan, dan is Centerparks een perfecte stageplek.